Plassen in het Westland kan op steeds meer plekken. Veel ondernemers stellen hun toilet beschikbaar voor mensen met hoge nood. Naar aanleiding van het verhaal van de Naaldwijkse Carlijn Willemstein. Zij heeft een stoma en werd onlangs overal geweigerd, terwijl de diarree langs haar benen liep. Sorry, echt, maar het mag niet van mijn baas. Ik ren de supermarkt uit. Met de handdoek tussen mijn benen gepropt loop ik naar de bosjes achter de supermarkt. Dinsdag besluit de Westlandse gemeenteraad unaniem dat er meer winkeliers hun toilet beschikbaar moeten stellen. Nou, deze kapperszaak in Wateringen doet dat meteen. Ben je niet bang dat er een hele bus Chinezen hier voor de deur stopt dan? Nee, ik heb de juiste informatie en ik vermoed dat dat heel erg gaat meevallen. En als het zo is, dan zijn ze welkom. Ja, er is veel belangstelling. Er is een app. Daar kunnen winkeliers en andere bedrijven zich aanmelden om hun toilet beschikbaar te stellen. En gisteravond nog 5 aanmeldingen gehad. Vanmorgen alweer 2. Dus het gaat heel goed. Op het appje is te zien welk toilet alleen voor medisch gebruik toegankelijk is. En welk toilet ook voor mensen die alleen maar nodig moeten. Je kan in de app kan je aangeven of je toilet beschikbaar stelt voor alle mensen of alleen voor mensen met een medische oorzaak. En de mensen met de medische problemen die hebben ook extra inloggegevens, dus alleen zij zien dan jouw toilet. Gaan jullie je toilet nu ook vaker schoonmaken? Dat wordt al heel vaak gedaan. Dat is noodzakelijk omdat wij een dienstverlenend beroep hebben. Het leuke is dat mensen die gebruik maken van je toilet en de app hebben, die kunnen ook aangeven wat ze van je toilet vonden. Dus als die schoon is, dan zou je positief beoordeeld worden. En naast diverse winkels melden zich deze week ook al meerdere bibliotheken in Westland.